ben weer aan het kanaal. En het ziet er niet bepaald veelbelovend uit. Aan deze kant volle bladeren die langs drijven. En aan de overkant is net gemaaid. Dat is niet zo erg. Maar dit is vervelend. Want dan kan je niet lekker langs het taluut vissen. Nou, we zien het wel. Volkomen onverwacht. Dook die op mijn chatje. Chartreuse van 11 centimeter. Leuke snoek. En ik kwam notabene onder de bladeren vandaan. Dat is echt van de laatste plek waar ik ze verwacht had. Ik ga hem snel terugzetten. Helaas het reel niet kunnen filmen. Het kwam zo onverwacht. Ik ben een uurtje aan het vissen en toen ik hier aankwam regende het al en stond er een koude wind. Het is een graad of 5 of zo. Dat is op zich allemaal niet zo erg, maar het vissen is lastig. Aan de overkant kan ik niet op het taluut gooien, want dan pak ik alleen maar afgemaaide rietstengels. En aan deze kant, nou ja, je had het al gezien, dit. Langsdrijvende bladeren en stukjes riet. Ik vis hetzelfde stuk nog een keer af, maar nu vanaf de andere kant richting de auto. Vang ik iets, dan laat ik het zien en anders tot de volgende keer. Nou, ik draai me om terug te gaan naar de auto. En nou ja, wat zou ik gelopen hebben, 100 meter. Een keer of 10 ingegooid, denk ik. En duik deze erop. Leuk. Met dit weer. Ik ga in ieder geval niet zonder vis naar huis vandaag. Altijd goed. Daar gaat hij. Tussen de bladeren. Deze kwam wel uit midden trouwens. Doei doei. Ik ben bij de auto. En ik heb weer mijn 2 uurtjes niet volgemaakt. Het begon steeds harder te stromen. En er kwam steeds meer drijfvuil. Nou ja, jammer, want die vis was actief. Ik hoop dat de beelden een beetje gelukt zijn. Met al die regendruppels op de lens. Nogmaals, tot de volgende keer.